Spiritube. What up? Als ze in Breda bij Brouwerij Bliksem iets kunnen, dan is het wel hun Anthology-series. In basis was dat hele lange tijd vooral de Grom. Het is ook nog een uitstapje geweest naar hun quadruple, waar ik de naam even van moet ontberen. En inmiddels zijn ze over op blik en hebben we hier een blend te pakken. Wel een blend tussen een stout en een barley wine. Dus ik verwacht dan een blend tussen de Grom en de Ritual. Natuurlijk zouden ze ervoor gekozen kunnen hebben om gewoon unieke bieren te brouwen. Met specifieke eigenschappen die mooi met elkaar blenden. Maar daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Daar kunnen we daar nog een blik voor werpen op het blik. Haha, leuk. Voor nu laten we eens kijken naar het kleurtje. Hij is lichtrood aan de randjes. Niet heel donker qua kleur. Schuim krijg je, doet mokka kleuren gaan. Laten we kijken naar het opschrift van het blikje. The best of the best. That's what you get when you blend an imperial stout for 15 months and a bittersweet barley wine. It brings balance to the force. En hij is 13,3% aan alcohol. En natuurlijk altijd een typerende tekeningetjes. Laten we naar het neusje duiken. Want ik denk dat in het neusje het vaatje dat is gebruikt bij de stout boven gaat komen drijven. Daarover later meer. Ik zeg. Ja. Ik kan me er wel in vinden dat ze zeggen dat dit een zogeheten rokerig bier is. Of to be more precise, een smoked bier. Want we hebben het hier dus over 15 maanden barrel age rijping op een peated whisky vat. Laten we kijken wat dat in de slok teweeg brengt. Volgens mij is die barley wine dus niet geaged, enkel de stout. Dus laten we kijken wat de slok doet. 13,3% aan alcohol. Battle of the Blends. Een blend van een barrel aged peated imperial stout en een barley wine. Proost. En wat op de label staat is alleszins waar. Want door dat zoete, dat licht karamellige wat ik uit die barley wine wil halen, gaat het peated karakter heel erg liggen. Misschien zelfs wel een slag te veel voor de echte peated liefhebber, waardoor het dus een toegankelijke peated bier wordt. Maar de combinatie werkt wel. Kijk, als je nu begint te ademen, dan merk je dat licht rokerige karakter, dat licht geturfde karakter, merk je in je ademhaling wel terug. En ook in de mond moet ik zeggen dat ik zeker iets van rokerige tonen heb. Maar niet zo dik als dat ik ooit heb verafschuwd, inmiddels goed kan hebben en ook af en toe op waarde weet te schatten. Maar het is een vleugje. En ik moet zelf zeggen, ik vind dat die barley wine zo sterk is dat zelfs de stout iets van koffie, iets van cacao, iets van gebrande bitterheid. Dat, nergens zeg ik echt van één van die drie is duidelijk aanwezig. Dus ik vind het echt bijna een peated barrel aged barley wine. Nou zou ook de stout gebrouwen kunnen zijn met dingen als vanille, of andere zachte tonen. Eventueel zo. Maar dat is niet wat je verwacht. Kijk of er op het blik misschien nog iets prijsgegeven wordt. Water, gerst, tarwe, haver, hop, vanille en gist. Er zit wel degelijk vanille in het bier. Het bier is ook houdbaar tot 666.666.
Dat zijn dan weer altijd de leuke toevoegingen. Maar volgens mij is het echt die barley wine is niet geblend. En de stout, of gebarrel aged, en de stout is dat wel. Dus dat is ook een hele interessante insteekhoek. Om dus misschien wel een te peated stout af te vlakken. Want ik moet zeggen, ik vind het opschrift wel een beetje lijken op hun. Ja, blauw doppie had hij. Blauwe wax. Ik durf even niet meer te zeggen welke stout het dan was. Dus misschien dat daar nog wel een overlap in zit. Ik heb geen idee verder. Ik vind het een fijn bier. Niet de beste anthology die ik ooit op heb. Maar zeker een interessante. Met milde. Voor 15 malen vind ik het zeker milde. Een barrel aged invloeden. Maar ik zeg dat kan ook aan de mate van blending liggen. En de toevoeging van zoetheid. Vanuit in mijn beleving dus die barley wine. Drink lekker weg. Wat anders heb ik over dit bier gezegd wat ik wilde zeggen. Voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.